Nou ja, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. En ik neem aan dat het ook al geregeld is. Jan Smit. Wauw, is jullie dat? Ja. Lekker bezig. Die goed, staat erop. Die staat erop. Man. Hoeveel landen doen er mee tijdens Euro 2017? Nou, dat zijn 4 pools. 4 keer 4 is 16. 16 landen. Rekenen kan ze ook, want ze aanvoerster gaat lekker. Welk nummer luister jij het liefst voordat je aan een wedstrijd begint? Ik heb niet echt specifiek één nummer, maar meerdere nummers met een beetje reggaeton, een beetje bubbling erbij in. Dat vind ik wel leuk. Ja. Ik heb ook laten vertellen dat je een ontzettend goede dansmoves hebt. Heb ik me laten vertellen? Nou, oké, een beetje hoor. Niet heel veel, nee, dat valt wel mee. Hoeveel speelsteden tellen wij? Dat zijn er 7. Heel goed. Dan denk je, oh, makkie. Maar noem ze alle 7 maar eens op. Nou, te beginnen met die van onszelf. Utrecht, Rotterdam en Tilburg. Breda, Deventer, Doetinchem en natuurlijk Enschede. Het zijn ze, hè? Zonder te kijken. Zonder te kijken. Zonder bleef te kijken. Wauw. Wat is de slechtste eigenschap van Mandy van den Berg? Dat ze soms te veel praat. Dat ze soms te veel praat. Ja, soms kan het wat katten. Mandy, je hoort het. Je hoort het. Korter. Naast het Wilhelmus. Ja. Welk ander volkslied is het mooiste volkslied tijdens Euro 2017? Jeetje, ja, er is toch maar echt één volkslied dat het allermooiste is en dat is die van ons. Ja, ik hoor die anderen niet eens. Wilhelmus, kan je hem, als ik een vingertje knip, gewoon uit je volle borst meezingen? Zeker. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Welk land heeft na het Wilhelmus het allermooiste volkslied? Er is maar één mooi volkslied en dat is die van ons. Wauw, is jullie dat? Ja. Lekker bezig. Die goed, staat erop. Die staat erop. Man. Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Hey! Mooi, kijk hier. Oh! Jij bent ongelooflijk, man. Welke oranje leeuwin zou jullie prima kunnen vervoeren met de bus naar een wedstrijd tijdens Euro 2017? Ja, dat is een lastige hoor. Dat is een lastige. Ik zelf wel, denk ik. Ja? Jij zou zelf wel achter het sturen. Ik zou wel achter het sturen kunnen zitten. Welk woord is het mooiste woord uit de Engelse taal? Wauw. Commitment. Welk land, behalve Nederland, wordt volgens jou de grootste verrassing tijdens Euro 2017? Ja, precies, je zegt het goed. Naast Nederland. Ik denk dat Spanje ook erg ver gaat komen. Oké, erg ver. Ja. Welk land wordt na Nederland de grootste verrassing tijdens Euro 2017? Spanje. Welke artiest zou volgens jou de Eurosong van 2017 moeten opnemen? Nou ja, dat kan er natuurlijk maar eentje zijn. En ik neem aan dat het ook al geregeld is. Jan Smit. En als het niet geregeld is, doe even een oproepje naar Jan. Ja, Jan, als jij toch onze Eurosong kan komen inzingen, dat zou toch fantastisch zijn. En ja, het draagt alleen maar bij aan onze prestaties. Dat kan niet anders. Dus ik hoop dat het geregeld kan worden. Hashtag geregeld. Top. Mooi. Met welke oranje leeuwin wil je niet in de lift vastzitten vlak voor een wedstrijd? Oeh, dat is een lastige. Lastig, hè? Ik weet dat Mandy bijvoorbeeld heel moeilijk daar tegen kan. Dus daar zou ik niet graag mee in de lift vast willen zitten. Nee? Mandy is een beetje claustrofobisch ook? Ja. Okay. Dan heeft hij geen controle meer en dan is het feest. Met welke oranje leeuwin zou jij niet in de lift willen vastzitten vlak voor een heel belangrijk duel? Met Sherida Spitsen. Zij zei precies hetzelfde. Oh ja? Ja, ze zegt dat trekt men hier niet. Claustrofobisch. Precies. En ik weet dat Sherida dat van mij weet.
Dus ik denk dat Sherit dan een... Sherit is ook nog wel eens van... die is van de grappen en eventjes een beetje gekkigheid uithalen en een beetje dansen. Ja. Dus ik denk dat ze een beetje gaat staan springen in die lift. En dat risico, dat kan ik niet nemen. Nee, zeker niet. Ik krijg er al warm van als ik eraan denk. Welke activiteit doe je het liefst op een rustdag tijdens Euro 2017? Met teamgenoten spelletje doen, een potje kaarten of een potje pokeren. Hartstikke leuk. Oh, er wordt gegokt bij jou. Ja, wij spelen wel even een potje poker, af en toe. Zo nu en dan. Trek jij voorafgaand aan een belangrijk duel eerst je linkerschoen aan of eerst je rechterschoen? Ik trek eerst mijn rechterschoen aan. Oké. Altijd standaard? Ja. Dus het is automatisme. Ik denk er niet eens bij na, want als ik de linker eerst doe, is ook prima. Het is niet dat ik dan van slag ben, maar dat is, ja. Het gaat gewoon. Ja, okay. Ja, ritueeltje. Welke oranje leeuwin zou volgens jou de beste kaartverkoopster zijn om kaart te verkopen tijdens Euro 2017? Stephanie van der Graag. Stephanie van der Graag? Ja, die kan dat goed? Die kan wel een babbeltje maken. Ja hoor. Mooi. Jij bent toeschouwer en geen speelster van Euro 2017. Mm-hmm. En je hebt een kaartje, wil je kopen. Naar welke wedstrijd, behalve Nederland, zou jij gaan? Ik zou graag gaan naar de wedstrijd tussen Engeland en Schotland. Engeland en Schotland. Ja. Traditionele derby. Juist. Bam. Ja. Eén om daar natuurlijk een aantal van mijn teamgenoten te zien spelen. Ja. Maar ja, twee. Vooral de sfeer, ook vooral, ja, de sfeer en precies, hè, de onderlinge strijd daar. Dat zou ik, dan zou ik daar... Zou ik die wedstrijd wel willen zien? Ja. Ik zou dan wel naar Duitsland-Zweden. Duitsland-Zweden? Ja. Dat wordt wel een topper, hè? Dat wordt wel een topper, denk dat ik. Dat wordt wel een topper. Wat een leuke wedstrijd. Dus ik zou zeggen, take it away. Zeg wat je wil zeggen. Alles mag. Oké. Okay. Lieve mensen, lieve supporters. Allereerst wil ik jullie bedanken voor alle support en steun die jullie ons tot nu toe hebben gegeven. En we hopen dat jullie net zo fantastisch zijn als in al deze maanden hiervoor. En bij al onze eerdere Interlands. Want dan weet ik zeker dat wij het samen met elkaar gaan doen. Dus tot dan, tot ons EK.